Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Ja, jullie hoorden het gisteren, de camera is kapot gegaan. Ik wou nog even een vlog maken over wat de laatste afgelopen dagen gedaan is. Er is nog wel gebeurd. Daar ga ik nog een vlog over opnemen. Dat doe ik morgen eventjes, wil ik morgen even doen. En wat is er afgelopen week gebeurd? Ja, niet veel. Ik heb niet veel ook gevlogd. Het is weer eventjes een paar dagen even stil geweest. Even een paar dagen niks opgenomen en nu neem ik er... Vandaag, het is momenteel woensdag, heb ik de vorige vlog opgenomen en deze vlog ben ik aan het opnemen. Ja, het is aftellen naar Bobbejaanland. Ja, jullie hebben het gehoord in de vorige vlog, camera kapot. Was weer heel even paniekerig, even stress. Want het is gewoon balen. Je hebt die camera gewoon hard nodig. En dan uitgerekend op zo'n belangrijke vlog die ik wil gaan opnemen. Dan gebeurt er zoiets, maar dat komt wel eens goed. Dus komt het goed. Vrijdag ben ik vrij. Dan ga ik een nieuwe camera kopen. Dan komt alles wel weer goed. De nieuwe DLC-pakket van Planet Coaster. De World Fair Pack. De World. Hoe heet dat apparaat? World Fair Pack of zo heet dat ding. Ja, World Fair Pack. Ik zeg het trouwens goed. World Fair Pack. Is uit, nieuwe DLC, kost, was die 11 euro of zo was die. En ik heb hem gekocht, echt ontzettend mooi. Er zit een nieuwe rollercoaster zit erin. En ook heel veel nieuwe gebouwen, onderdelen voor gebouwen. Allemaal verschillende landen. Dus je zou eigenlijk een park kunnen maken met... verschillende themagebieden, thema bijvoorbeeld thema Mexico, thema Oostenrijk, want er zit ook een soort een beetje Oostenrijk, Zwitserland-achtige dingen zitten erbij. Dus ja, ontzettend leuk. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik zag ik zag hem en ik dacht in eerste instantie van, nou, is dit nou eigenlijk alles? Want ja. Het viel me eigenlijk een beetje tegen, maar ik ging later toch kijken van ja, wat er allemaal eigenlijk in zat. En ja, toch die themagebieden met verschillende landen waar je wat je kan maken, zeg maar. Is eigenlijk toch best wel leuk. Dus ik heb hem toch gekocht voor 11 euro. Dus ik heb de World's Fair Pack heb ik gekocht. Kan ik weer hele leuke dingen doen voor in Planet Coaster. Ja, ik moet nog steeds een keer de serie opnemen. Het is er nog steeds niet van gekomen. Nou, ik heb inmiddels... vrijgevraagd voor aanstaande vrijdag. Kan ik vrijdag lekker uitrusten. Dat was eigenlijk ook de bedoeling, dat ik vrijdag lekker ging uitrusten. Nu moet ik nog op mijn vrijdag naar Rotterdam toe. Nou ja, dat is ook niet echt een probleem of zo. Want ik ga vrijdag dan de nieuwe camera kopen. Maar ik heb vrijdag vrijgenomen om ook een beetje uit te rusten. En ik ga in ieder geval lekker uitslapen. Want zaterdag is het zover. Bobbejaanland. Tatjana komt. Destiny komt. Vincent gaat mee. Ramon gaat niet mee. Kevin gaat mee. En Tessa gaat mee. Wordt echt hartstikke leuk en hartstikke gezellig. Ik heb er echt heel veel zin in om, om op te nemen. Om een leuke dag te hebben. Ik wil echt... ik wil er gewoon een hele leuke... grappige vlog van maken. Ik wil weer heel veel leuke dingen gaan doen. Ik heb Tatjana natuurlijk al een jaartje niet meer gezien. Of iets minder dan een jaar niet gezien. Dus dat vind ik ook wel weer leuk om die weer even te zien. En we gaan gewoon lachen, gieren, brullen. Lekker gek doen. Lekker raar doen. En dan komt alles wel weer vanzelf goed.
Mijn telefoon die staat de hele tijd te knipperen, maar dat komt omdat mijn batterij leeg is. Ik ga hem gewoon uitzetten, want het is al kwart over 12 en ik ga zo naar mijn bed. Morgen moet ik nog één dagje werken, een halve dag. Want ik moet, 's ochtends moet ik werken en 's middags heb ik een BHV-cursus. Dus dat ga ik ook weer doen, dat is elk jaar is dat, dus gewoon ja, om een beetje op te vijzelen. Ja, in een jaar tijd dan ben je het wel weer aardig. Ja, je onthoudt het wel, maar toch zijn er nog wel dingen van hoe ging het ook weer. En er wordt elk jaar een beetje opgevijzeld van, oh ja, dat moesten we ook, dat ging zo. Verbandje leggen volgens mij weer en op die pop reanimeren. Dus dat is ook wel lachen. Ook wel grappig en zo. Dus dat ga ik ook doen. In ieder geval, ja, ik ben nu echt aan het aftellen. Ik was al aan het aftellen. Ik ben erg blij dat ik morgen nog maar één dagje hoef. En dan zaterdag, dan is het zover, jongens. Bobby Jaland. Ik ga ik moet rijden. En ik heb al een beetje een shot in gedachten hoe ik mijn intro wil gaan maken. Dus Kevin moet voorin gaan zitten, want die moet een stukje voor me opnemen. En als het goed is met mijn nieuwe camera. Dus ja, ik moet even kijken. Ik ben benieuwd. Ik heb ook gehoord dat het editen anders is. Het bestand is anders. Ik voor wat. Nu, met deze camera kon je MP4 en WMF kon je opnemen. bij die nieuwe, gewone camera, bij die... die camcorder is het een ander bestand. Dus ik moet even kijken hoe dat zit met editen en zo. Ik weet het nog niet allemaal zeker hoe het allemaal zit. Maar het komt allemaal wel goed. Komt allemaal wel, kom ik wel allemaal wel weer achter. Allemaal nieuwe functies op die camera. Dus dat zal ook wel weer even wennen zijn. Maar we gaan gewoon in ieder geval. Zaterdag ga ik een hele leuke vlog opnemen. En dan komt alles wel weer goed. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik ben eigenlijk, ja, ik ben helemaal wat bek af. Ik ben best wel moe. Ik ben gisteravond eigenlijk ook een beetje te laat naar bed gegaan. Vanmorgen kon ik er nog net op tijd kon ik eruit komen. Want ik was alweer bijna te laat om naar mijn werk te gaan. Dus ik ga nu lekker slapen, jongens. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, blijf geabonneerd natuurlijk. Druk op het belletje. Voor de notificaties moet je even... een veetje aanzetten bij alles. Dan word je op de hoogte gehouden als er weer een video of livestream is. Abonneren. Doe een duimpje omhoog voor deze video. En ik spreek jullie allemaal heel snel weer. Bij een nieuwe vlog. Hier op mijn kanaal. Jongens, allemaal de groetjes. Ik ga lekker naar bed. En ik zou zeggen, de groetjes. Tot de volgende vlog maar weer. Bye bye.